Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie twee blushjes uittesten, namelijk de Essence Maxi blushes van de Lion King. Ik heb ze hier voor me, het is een limited editie. En deze zijn dus van de Lion King. Ik ga in deze video ook wat meer informatie geven over deze limited editie en ook over de blushes. En we gaan samen de blushes uittesten. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze blushes en op ze bevallen, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Essence heeft deze collectie in samenwerking met Catrice uitgebracht en dit noemen ze dan ook de Sister Love samenwerkingen. Ze doen dit regelmatig en dit keer hebben ze gekozen voor de Lion King. Nou, ik ga gewoon even wat meer informatie geven over de blushes. Het zijn dus poederblusjes. De verpakkingen zijn heel erg mooi. Je hebt dus twee tinten, een delicate roze tint met Simba of een oud roze tint met Nala. Dat is ook eigenlijk het enige wat Essence hier zelf over te zeggen heeft. Het leuke is dat de blushes dus heel erg goed bij elkaar passen, want als je ze naast elkaar legt, zie je dus eigenlijk dat ze een hartje vormen. Dus eigenlijk, ze passen naadloos in elkaar. Dit is Nala, dit is Simba. De Nala variant heeft de naam 02 Can You Feel the Love Tonight gekregen. En de Simba heeft de naam 01 Remember Who You Are gekregen. Ja, ze zien er gewoon super leuk uit. De verpakkingen zijn gemaakt van karton. Dat is op zich niet heel erg bijzonder, want ik zie dat eigenlijk steeds vaker bij Catrice en Essence ook terugkomen, dat ze voor kartonnen verpakkingen kiezen. Ze sluiten door middel van een magneet. Je krijgt een spiegeltje aan de binnenkant. Ik zal zo even het blaadje weghalen. En er staat een tekst onder de blush. Onder die van Simba staat Remember Who You Are geschreven. En dan ziet de blush er zo uit. Met een mooie afbeelding erin. Het is echt een hele grote blush. Want er zit in totaal 9 gram aan blush in deze paletten. En die van Nala heeft al de tekst Can You Feel the Love Tonight gekregen. En eigenlijk is die verder hetzelfde opgebouwd en die heeft deze afbeelding aan de binnenkant staan. Ik zal ze gewoon eens eventjes swatchen, zodat je ook een idee hebt hoe de pigmentatie is. Ik heb zelf het idee dat het op de hand misschien niet heel goed zichtbaar zal zijn, maar ik ben wel heel benieuwd hoe het er op het gezicht uitziet. Dit zijn de swatches. Zoals je ziet lijken de kleuren best wel op elkaar bij de swatch. Dit is Nala, dit is Simba. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe het er op het gezicht uitziet. Dus ik ga beginnen met de blush van Nala aan te brengen op mijn gezicht. Dus ik zal jullie even wat inzoomen en dan gaan we hem even aanbrengen om te kijken hoe dat eruit ziet. Zo, ik heb jullie wat geprobeerd in te zoomen. Ik laat de bril even op, maar dat maakt nu niet zo heel veel uit, want ik denk dat je het even goed wel kunt zien. Ik ga gewoon wat aanbrengen op mijn kwast en ik zal het binnenkant van het paletje gebruiken om in een spiegeltje te kijken. Breng wat aan. Ik zie hem eigenlijk meteen wel opkomen, dat is wel heel fijn. Je hebt er niet heel veel van nodig, zoals ik zie. Je ziet hem meteen. Ja, het ziet er wel heel leuk uit. Andere kant natuurlijk. Ik doop hem nu echt maar heel klein beetje in de blush. Ja, ik vind het er wel heel leuk uitzien. Misschien nog een beetje meer blenden. Maar het ziet er wel heel erg leuk uit. Ja, ik vind hem wel heel geslaagd eruit zien. Ik vind hem zelf heel erg mooi. Oké, het is tijd om de blush van Simba uit te proberen. Het is gewoon bijna zonde om in deze blushes te dippen, vind ik, omdat ze er zo mooi uitzien. Maar we gaan het natuurlijk wel doen. Dus ik ga het spiegeltje weer gebruiken wat in de blush deksel zit, in het doosje van de blush. En dan gaan we gewoon eens kijken hoe deze op de huid eruit ziet. Dus ik zal jullie een beetje inzoomen. Zo, jullie zijn ingezoomd. Misschien iets te ver, denk ik wel. Ja, dat is net iets beter. Dan gaan we gewoon kijken of deze ook net zo goed is. Ik heb een klein beetje gepakt. En ik zie al meteen dat dat genoeg is, want je ziet meteen dat hij best heftig erop komt. Een beetje meer uitsmeren. Dus je hebt echt maar een heel klein beetje nodig. Zo goed zijn ze gepigmenteerd. Doen we de andere kant. Ik heb het idee dat deze kant iets minder heftig is, als ik het zo zie. Nee, hij is ook wel gewoon goed gepigmenteerd. Ik ga een beetje meer blenden. En dan zitten ze er eigenlijk op. Ja, en ook deze is gewoon weer heel erg mooi, goed gepigmenteerd. Je ziet hem heel mooi terugkomen. Ja, ik ben er eigenlijk wel heel erg enthousiast over, moet ik zeggen. Het ziet er mooi uit, zelfs een beetje aan de heftige kant. Maar ik heb het idee dat ik het nou alleen maar erger maak. Dus je hebt inderdaad echt maar heel weinig nodig van deze blushjes. Nou, wat vind ik er nou van de blushjes? Ik moet zeggen, ik ben echt wel heel erg verrast door de blushjes. Je hebt eigenlijk maar heel weinig nodig om de kleur mooi op het gezicht te krijgen. Er zit dus een goede pigmentatie in. Het zwartje vond ik dat iets minder, maar dan op het gezicht valt het toch weer heel anders uit. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Nou, ik vind ook gewoon die verpakking vind ik gewoon fantastisch. Ik vind dat Catrice echt een hele leuke collectie heeft neergezet van Lion King. Ik heb ervoor gekozen om alleen de blushjes te kopen. Deze producten die zijn ook, ja, ze zijn goed betaalbaar, maar de prijzen liggen iets hoger dan dat de producten normaal kosten. Misschien komt het ook omdat het toch van Disney is. En Disney is natuurlijk wat duurder. Ik vind het in ieder geval super leuke blushjes. Dus ik ben er heel erg blij mee. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jij van de blushjes vindt. Zouden het blushjes zijn die je misschien zelf zou aanschaffen of zou je ze laten liggen? Ik ben ook benieuwd, misschien heb je zelf al wel een ander product uit de Disney collectie van de Lion King gekocht. Van Catrice of Essence. Laat het zeker even weten in de comments. Ik heb de blushjes overigens online gekocht, want ik heb ze in de winkel niet gespot. Misschien als je grotere filialen hebt van een Kruidvat of een Trekpleister, dat ze wel een schap in de winkel hebben gehad. Maar bij de winkels die ik heb, die zijn wat kleiner, dus waren er geen schappen hiervan. Ik ben in ieder geval heel erg blij met de blushjes en ga ze met veel plezier gebruiken. Ik hoop dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je de melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien.